2018 was het eerste volledig jaar van deze coalitie. Aan het begin was het natuurlijk even weer omschakelen en wennen. Maar mijn taak als volksvertegenwoordiger is precies hetzelfde. De regering controleren, elke dag scherpe vragen stellen en zelf goede voorstellen doen. En dat is ook het voordeel van de coalitie. Je goede voorstellen worden vaker aangenomen. Bij het belastingplan lukte dat. Tot nu toe moesten sportverenigingen, scoutingclubs, muziekverenigingen en dorpshuizen vaak een 3 keer zo hoge OZB betalen als gewone woningeigenaren. Ik heb de wet veranderd, zodat sportverenigingen zoals ijsbaanclubs, die soms een jaar helemaal geen inkomsten hebben zoals u weet, een lage OZB kunnen betalen en men het verenigingen gemakkelijker maken. Het feit dat studenten geen studiebeurs meer krijgen in het hoger onderwijs en het WO, dat wilden we niet. We hebben tegen het afschaffen van de studiebeurzen gestemd. We hebben het in de wetgeving mogelijk gemaakt dat werkgevers nu belastingvrij studiebeurzen mogen verschaffen aan de kinderen van de werknemers, of dat werkgevers dat doen aan studenten die daar werken. Dat is belangrijk, want wij vinden het belangrijk dat jongeren kunnen studeren zonder grote schulden op te bouwen. En we hopen dat veel werkgevers daar vanaf volgend jaar gebruik van maken. Niet alleen heb ik me ingezet hier in Nederland, maar ook in Europa. U weet dat er een groot corruptieschandaal in de Raad van Europa is, waar ik al jaren in zit. Ik heb het initiatief genomen met een motie en die is meegetekend door 130 parlementariërs uit 40 landen om dat aan te pakken. En het is aangepakt. Meer dan 12 politici zijn geschorst, soms voor het leven. 3 staan er nu voor de rechter. En daaronder zitten, tot mijn grote spijt, ook veel EVP'ers, zoals voormalige fractievoorzitters van mijn partij en zelfs de voorzitter van de Assemblée. Ik had niet gedacht dat het zou lukken. Maar als we zeggen dat we ons druk maken om rechtsstaat, om democratie en om het bestrijden van corruptie, dan moeten we niet alleen naar anderen wijzen, maar het ook aanpakken wanneer het dicht bij je eigen huis gebeurt. Een ander iets is de Magnitsky-wet. Je weet dat ik me daar al 6-7 jaar voor inzet. Dat mensen die zware mensenrechten schendingen begaan hebben, nooit meer een visum voor Nederland of de Schengenzone krijgen. En dat hun tegoeden, die hier vaak bij banken geparkeerd zaten, geblokkeerd staan. Ik heb een onderzoek gedaan, Magnitsky. Ik heb samen met anderen een boek geschreven over hoe je het zou kunnen aanpakken. Een motie van mij dit jaar vertelde de regering binnen een half jaar een Europees akkoord en anders gaan we wetgeving invoeren. En het is minister Blok gelukt om al die landen op één lijn te krijgen en een principeakkoord te hebben dat we het gaan doen. Er is voor mensen die zware zaken gedaan hebben geen plek hier in Nederland. Maar ik blijf ook druk tijdens de kerstdagen. Die Brexit laat me niet los. Ik werd 3 jaar geleden Brexit-rapporteur naar de Kamer en ze hebben me 2 keer opnieuw benoemd. Het leek een ver van mijn bedshow, maar als het een chaotische Brexit wordt, dan hebben we daar in Nederland als handelsland ongelooflijk veel last van. Die last moeten we minimaliseren, want onze bedrijven en onze burgers moeten gewoon hun dingen kunnen blijven doen. Dat vereist veel werk, maar daar heeft u mij voor gekozen. Ik wens je van harte een zalig kerstfeest, alle goeds voor 2019 en dank voor jullie steun voor het werk dat wij hebben kunnen doen. En blijf contact opnemen met de dingen die ook wij beter kunnen doen.